Het begint steeds meer mensen tegen te staan dat John de Mol zo'n losse moraal heeft als het gaat over misdragende tv-sterren. Zijn bedrijf Talpa begint een beetje de reclassering van de mediawereld te worden, met Peter Gillis als de opperschurk. Wat is er in vredesnaam nodig om zijn reality-serie Massa is Kassa van de buis te halen? Bridget Maasland is het goed zat en besloot gisteren samen met haar redactie om de uitzending van RTL Boulevard, 608.000 kijkers, te openen met zijn aanhoudende wangedrag. De aanleiding is de beslissing van Nicole Kremers om alsnog aangifte te doen van mishandeling. Zij heeft daar schokkende foto's van naar buiten gebracht. De presentatrice uit zich behoorlijk stevig in haar programma, het wordt steeds heter onder de voeten van Peter Gillis. Beschuldigingen van mishandeling en de boetes blijven zich maar opstapelen voor de massa is kassa magnaat en dus rijst de vraag, hoe lang blijft SBS6 nog achter Peter Gillis staan? Angela de Jong wordt ook uit de kast getrokken om Peter en SBS6 onder druk te zetten. Zij zegt in de showrubriek, ik heb er werkelijk geen enkel begrip voor dat SBS6 dit nog steeds uitzendt en dat ze zich ook nog zo achter hem scharren. Ze lijden er alleen maar imagoverlies mee. Talpa roept steeds dat de mishandeling een privékwestie is. Rob Goossens, dat is het niet. Een reality soap is een permanent kijkje in iemands privé. Als je dan ineens een onderscheid gaat maken, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ik vraag me in alle eerlijkheid al een jaar af waarom ze die man nog op televisie houden. Bridget richt haar pijlen ook op voice-over Frank Lammers. Wat ik persoonlijk ook niet vind kunnen, dat zijn de teksten, de voice-over die ik de hele tijd hoor. Gooi die vrouw op de brandstapel, of vrouwspersoon, hoorde ik toen het over Nicole ging. Het is ME-accent GA vrouwenvriendelijk. Angela, als ik Frank Lammers was, was ik allang gestopt. Dan zou ik me niet meer in de spiegel kunnen aankijken, wetende dat ik de voice-over doe en meewerk aan een serie over die persoon Peter Gillis. Maar ja, kennelijk zijn ook hier andere dingen belangrijker. Ik denk geld. Zelf heeft Frank daar geen boodschap aan, ik doe mijn werk en als je de humor niet waardeert, dan zap je lekker naar een andere zender. Bridget begrijpt ook de kijkers van Massa is Kassa niet, zegt ze in de Boulevard podcast. Wat is er nou zo leuk aan die serie? Hij rijdt alleen maar op een golfkarretje en roept, hatseflats. Rob, ja en dat hij, Fox wild, wordt. Allemaal van die stopwoordjes die mensen één keer leuk vonden en dan denkt hij van, hé, die moet ik vaker gebruiken, en dan word je ermee doodgegooid. Bridget, het is mega seksistisch. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.